gaan onze pagina een flinke header geven. En dit gedeelte hier kunnen we dan mooi laten uitspringen met een Jumbotron in Bootstrap. Dan gaan we hier naar de layout. Is het geen layout verhaal, maar een componentstuk. Dan kunnen we hier de Jumbotron vinden. En we zien hier zo'n hele grote mooie Jumbotron die dus duidelijk eruit springt. Daar zit natuurlijk wel wat meer in. Er zit nog een display in en een lead. En daar kunnen we dus ook nog wel mee aan de slag gaan. We zoeken onze kop even op hier zo. En die kunnen we dan voorzien van een header element. En we zetten hierin bijvoorbeeld een header.jumbotron. En we slaan die op. En dan gaan we kijken naar het resultaat daarvan. Dan zien we die header al zitten. We zien dat hij nog een andere ruimte van de rand heeft. Die kan eigenlijk gelijk getrokken worden met deze. Door natuurlijk ook hier een class container fluid te doen. Container fluid. Zoals dat ook hier natuurlijk het geval is. Dan zien we dat hij mooi in lijn komt. Ook kunnen we gaan kijken naar de kop 1. Die kan een mooie display geven. Dus dat is een class. En dan die display, zoals we dat ook in het voorbeeld in de documentatie zagen. Een display 4. Dat betekent dat we een grotere kop krijgen met een dunnere letter. En ook deze tweede paragraaf. En die kunnen we een class geven, is lid. Waardoor die wat groter wordt. En zo hebben we dan een mooie kop hier staan.